Breda Nu. Je weet het meteen. Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Breda. Traditiegetrouw vanuit de Grote Kerk. Hoe kijkt men terug op afgelopen jaar en wat zijn de goede voornemens voor het komende jaar 2018? De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Breda aan de Grote Kerk. Hoe was 2017? 2017 was een jaar wat veel goeds heeft gebracht. Waar het goed gaat met Breda. Je ziet het aan het aantal inwoners wat we als stad hebben. Nog nooit woonden zoveel mensen in Breda. Je ziet het ook aan de werkgelegenheid. Gelukkig gaat het steeds beter met onze stad. Maar je ziet het ook aan, zeg maar, de waardering die Breda en de instellingen in Breda krijgen. En hebben gekregen afgelopen jaar. 2017 was een mooi jaar. We hebben een hele hoop gerealiseerd in Breda. Natuurlijk prachtige prijzen gewonnen als Breda, als stad zijnde. Maar wat Breda betreft vind ik dat we goed op weg zijn. Want we hebben het mooiste gebouw, het station, en we zijn de beste binnenstad. U heeft ook al in de rij gestaan om de burgemeester een handje te schudden of wacht u even tot het wat rustiger is? De rij te lang, ik wacht wel eventjes, ja. En straks komt hij rond met de bitterballen en dan zie ik hem toch wel, ja. Dan kunt u hem dan nog een handje schudden? Zo is dat, ja. Hoe is de opkomst op dit moment? Nou, volgens mij is het drukker dan andere jaren. Maar dat heeft misschien ook wel te maken dat het zaterdag is en in plaats van op een zondag of op een vrijdag. Dus volgens mij is het veel drukker dan andere jaren. Ja, het stroomt nu binnen en wat ik heel erg leuk vind, het thema, de kerk wordt gevuld door allemaal dingen uit het basisonderwijs. En je ziet ook dat veel mensen hun kinderen meegenomen hebben, dus die lopen allemaal te kijken naar de uitvindfabriek en naar allerlei andere mooie dingen die Breda ook te bieden heeft op het gebied van onderwijs. Nou, ik moet foto's maken voor het ICT-project op school en dat ga ik nu met de burgemeester een foto maken. Dan ga je een selfie met de burgemeester? Ja. En natuurlijk gelukkig nieuwjaar wensen? Ja. Heeft u goede voornemens voor het komende jaar, 2018? Gewoon gezond blijven. Dat is het belangrijkste. Het allerbelangrijkste. Persoonlijk goede voornemens, altijd. Natuurlijk moet je heel voorzichtig zijn om die uit te spreken. Maar ik heb sinds een paar weken een hele goede stappenteller om mijn arm. Die mij vertelt dat ik af en toe echt te veel zit. Dus ik wil iets meer gaan bewegen dit jaar. Eerst een lekker hapje. Vandaag gewoon eerst lekker hap. En wat staat Breda voor 2018 allemaal te wachten? Ik hoop heel veel spannende dingen waarin we op basis van de successen van afgelopen jaar voortgang maken. Want de successen, denk aan de promotie van NAC, denk aan de waardering die het station heeft gekregen, denk aan de waardering die het gasthuispoort heeft gekregen, maar denk ook aan de toegankelijkheidsprijs die hebben gekregen. Het geeft allemaal aan dat we in Breda heel veel kracht hebben. Als we maar innovatief zijn, met elkaar samenwerken, ja, en een beetje oog hebben en nieuwsgierig blijven, oog hebben voor de ander. Als we dat met elkaar weten vasthouden in 2018, dan weet ik zeker dat 2018 een mooi jaar wordt. Breda Nu. Je weet het meteen.